In de volgende podcast Sta op en schitter neem ik Anja, jullie mee in korte overdenkingen. Als christenvrouw, moeder en echtgenote wil ik jullie hun en aansporen om op te staan en te schitteren. We zijn niet gemaakt om in Gods koninkrijk stil te zitten en niets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. In de eerste plaats zien over God, daarna zien over ons gezin, onze partner of onze geloofsgenoten. En als gevolg zullen we dan ook schitteren in de wereld. Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar Sta op en schitter. Dit is de eerste uitzending van Sta op en schitter. Toen ik bad voor een naam voor deze podcast, gaf God me de richting aan. Ik kreeg gedachten als. Wees een licht. Schitter! Opstaan en schitteren. En uiteindelijk werd het: sta op en schitter. Toen ik eenmaal de beslissing genomen had, kwamen de twijfels: Is het wel van God? Ik bad weer. En in diezelfde week las ik een artikel. Daarin schreef de schrijfster het volgende: Een mooie Bijbeltekst voor een vrouw vind ik. Sta op en schitter. Wanneer ben jij gaan opstaan? Toen ik dit las, werd ik bevestigd over de titel van deze podcast. Maar ook werd ik geconfronteerd met de vraag: wanneer ben ik gaan opstaan. Als ik denk aan het woord opstaan, dan denk ik aan de ochtenden wanneer mijn wekker afloopt. Ik druk zo vaak op die snoesknop. Misschien wel herkenbaar? Ook in mijn christelijke leven drukte ik wel eens op die snoesknop. En stelde ik mijn wanden met God uit. Ook het maken van deze podcast stond een jaar lang op pauze. Steeds opnieuw wachten en uitstellen, maar het stemmetje in mijn hoofd bleef me roepen. Ondanks mijn bezwaren bleef God bevestigen. Ik weet niet met wat jullie momenteel bezig zijn, maar het mooie van God is dat we steeds opnieuw kansen krijgen om op te staan. Dus, als start van deze podcastreeks, wil ik jullie bemoedigen om op te staan en te schitteren. Of anders gezegd, op te staan en een licht te zijn in deze wereld. Het thema van vandaag is dan ook: Laat je licht schijnen. Ik lees voor uit de herziende Statenvertaling. In Isaiah 60, vers 1 staat er een mooie tekst. Er staat: Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Dus we worden opgeroepen om op te staan en te schitteren. Ook Matthäus 5, versen 14 tot en met 16 spreken hierover. Er staat: U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is. Verheerlijken. De tekst die ik las zegt zeer duidelijk: U bent het licht van de wereld. Is het niet prachtig om te lezen hoe God naar ons kijkt? We zijn een licht in deze wereld. Er staat niet dat we iets moeten doen om zichtbaar te zijn. God zal het doen. Jezus koos ervoor om ons op een tribune te plaatsen, om licht te geven aan de hele wereld. We zijn een stad op een heuvel die je al van ver ziet schijnen in een donker landschap. We mogen schitteren op een kandelaar. Toen ik mij in 2003 liet dopen, kreeg ik een kaartje van een zuster met de tekst uit Matthäus 5, vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader in de hemelen is verheerlijken. Een tekst die vaak terugkomt in mijn gedachten, ook nu bij het maken van deze podcast. Ik wil je vandaag uitdagen om een lichtpuntje te zijn en op die manier iets van godsliefde te verspreiden. Dit begint heel klein. Je licht laten schijnen begint bij de mensen in je naaste omgeving. Of zoals de tekst het zegt, schijnt voor allen die in het huis zijn. Wat kan jij vandaag betekenen voor de mensen in je huis, in je naaste omgeving? Wit of God je vandaag wil helpen? Om in de voetsporen van Jezus te treden en een stralend licht te zijn voor de mensen om je heen. Zoals we lezen zijn er christenen die hun licht willen verbergen. Wat denk je? Vreemd? Wel, je kan christen zijn, alleen op zondag, en dit op je werk verzwijgen. We staan zelf voor de keuze hoeveel licht we gaan geven. We kunnen ons inderdaad verschuilen onder een korenmaat. Het gevaar van je verschuilen onder een korenmaat is dat jouw licht gaat uitdoven. Wees dus waakzaam in je leven. God zorgt ervoor vanaf je bekering dat je licht kan geven, maar moet hem wel in zijn licht blijven staan. Het is daarom belangrijk om te wandelen met God. Het begint met kleine stappen. Gebruik je talenten en alles waar je plezier in hebt om jouw licht te laten schijnen. Glimlach, ja, glimlach. Naar iedereen die je tegenkomt vandaag. Een glimlach van jou kan zoveel betekenen voor de ander. Het laat de ander weten dat je hem of haar gezien hebt. Durf. Ja, durf te luisteren naar het stemmetje in je hart die vraagt om dat ene kaartje, dat telefoontje, dat sms'je of mailtje te zenden. Doe het gewoon, ook al is het eng. Ik heb in het verleden al gemiste kansen gehad om licht te geven door angst. Maak niet dezelfde fout. Satan wil niet liever dan dat we geen licht geven. Hij fluistert ons zo vaak dingen in, zoals angst of minderwaardigheid. Geef daar niet aan toe. We mogen licht geven door de kleine dingen te doen in onze eigen omgeving, door te luisteren naar zijn stem. Jezus nodigt ons in Johannes 8, vers 12 uit. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Door het licht wordt alles weer helder in ons geestelijk leven. We hebben het licht van Jezus nodig als we zelf een licht willen zijn. We leven in een duistere wereld, vol van verleidingen en zonde. Zorg dat je jouw licht niet verliest door zonde toe te laten in je leven. Kijk eens naar jouw eigen leven. Misschien is het tijd om te stoppen, een moment te nemen en God te vragen om alle zonden te openbaren. Als er een zonde is waar je herhaaldelijk mee worstelt, schrijf die dan op en bid ervoor. Vraag God om zijn vergeving en hulp. Zorg dat de zonde niet in de weg komt te staan van het licht dat je mag uitstralen. Zonde behoort tot de duisternis. Ik moest ook denken aan het licht van de maan. Ik vind het fantastisch om op een heldere nacht naar de maan te kijken. Heb je dit nog niet gedaan? Doen zou ik zeggen: Het is een fantastisch iets. Nu, de maan zelf heeft geen licht zoals de zon. In plaats daarvan weerkaast zij het zonlicht. Stel je voor dat Jezus zon is en wij de maan. Dan kunnen we alleen licht geven als Jezus op ons schijnt. Maar vaak zijn we druk bezig en schijnen we niet. Zo ook is het met de maan. Die schijnt niet wanneer de aarde tussen haar en de zon komt te staan. Ja, ook dit komen we wel eens tegen. De aardse beslommeringen kunnen ons belemmeren om licht te geven. Ik wil u allemaal aanmoedigen om een beetje als de volle maan te zijn en zo Gods licht te laten schijnen. Op deze manier kunnen we ook anderen inspireren? Sta dus op, ga in het licht van Jezus staan. Om dat licht op te vangen en zo te weerkaatsen in de wereld. Sta op en schitter. Klinkt geweldig, niet waar? Meer dan ooit zijn we geroepen om licht te geven in deze duistere wereld. Een wereld die minder en minder van God wil weten. Waar eenzaamheid is, waar jongeren strijden met hun identiteit waar depressie de kop opsteekt en waar mensen de zin van het leven niet meer vinden. De dag van vandaag mogen wij een lichtpunt zijn. Bid dat God hier me mag helpen, dat de Heilige Geest tot je mag spreken. We mogen opstaan en schitteren. Dus druk niet op die snoesknop in je leven, maar ga over tot actie. Actie en kleine dingen. Boodschap doen voor een oude dame of gewoon goedemorgen tegen een voorbijhanger. Zorg dat je je licht niet verliest door zonde of aardse zaken. Hou je focus gericht op Jezus. Ga in zijn licht staan en dan zal hij zorgen dat zijn licht weer kaartst in de wereld. Ik hoorde onlangs in een bijbelstudie een mooi verhaaltje die ik hier ook met jullie wil delen. Een vrouw liep eens over een markt en zag daar een heel klein meisje lopen... Met in haar hand een grote roze suikerspin. Het meisje was zo klein, waardoor hij eigenlijk alleen de suikerspin zag: een handje met twee beentjes eronder. De vrouw vroeg aan het meisje: Kun je zo'n enorme suikerspin opeten? Het meisje keek de vrouw aan, knikte en zei zonder enige aarzeling: Ja, dat kan ik, want ik ben van binnen veel groter dan van buiten. Is dit niet mooi gezegd? Ik ben van binnen veel groter dan van buiten. Soms denken we dat we iets niet kunnen omdat we ons niet bijzonder voelen, of uit schaamte, verlegenheid, angst. Ja, dat lijstje kan nog met veel dingen aangevuld worden. Maar we mogen weten dat Jezus niet wil dat we ons verstoppen. Nee, laat het schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden zien. En zo eer bewijzen aan onze Vader in de Hemel. Er zit in ieder van ons een geheim, dat zo krachtig is dat het mensenlevens kan veranderen. Geloof in de kracht van God. Sta op en schitter deze week. Begin met kleine dingen. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren!